Stichting Betaliada besteedde vandaag aandacht aan de jaardag van de stichting, het kerstfeest en de opening van een vierde leergroep. Deze feestelijke dag is gevierd bij Stichting Betaliada aan de Cornelis Jongbouwstraat met de directie, de pupillen en bewoners. Huize Betaliada is een tehuis voor opvang van personen met complex meervoudige beperkingen. Er is een dag opvang en 24 uur zorg voor kinderen en volwassenen. Betaliada is opgericht in 1979 en herdenkt dit jaar haar 37-jarig bestaan. De stichting telt 40 bewoners, de jongste is 2 jaar en de oudste 37. Volgens Maria Themen-Sliggers, directeur van de stichting Betaliada, vindt de opening van een vierde leefgroep plaats tijdens deze speciale dag. De bewoners die we hebben, die zijn verdeeld over groepen van 10 personen. En dan hebben ze slaapkamers, een woonkamer, dus dat geheel, een klein keukentje, dat noemen we een leefgroep. De directeur van de stichting zegt verder dat het jaar 2016 als thema had het jaar van de structuren. Voor 2017 is er nog geen thema gekozen. Er zijn wel nieuwe strategische doelen vastgesteld. 2016 was het laatste jaar van het vorige beleidsplan. We hebben nu een nieuw beleidsplan wat loopt tot 2020. En daarvan zijn er 3 doelen. Dat is kwaliteitsverbetering, decentralisatie en continuïteit. En capaciteit natuurlijk. Maar capaciteit heb ik al verteld. We hebben de capaciteit al verhoogd naar 40 bewoners. Nou, wat onze wens is voor 2017, is dat we de kans krijgen om die doelen te gaan benaderen. We gaan ze niet in 1 jaar kunnen bereiken. Dat hoeft ook niet, want we hebben 5 jaar uitgetrokken daarvoor. Maar ik hoop dat de gemeenschap, dat Suriname, dat de overheid ons wil helpen om die stappen te nemen die we willen. Aldus Maria Themen-Sliggers, directeur van de stichting Betaliada. Ze sprak vandaag tijdens de kerstviering met pupillen en bewoners van huize Betaliada.